Hoi allemaal, ik ben Sharissa. Ik wilde een video maken van een unboxing van een pakketje wat ik besteld heb bij Brandstof, denk ik. Maar dan zonder de A en zonder de O. De link staat hier beneden. Het is een klein doosje, vrij klein, kleiner dan ik verwacht had. Ze hebben dinsdag al geprobeerd te bezorgen en toen was ik helaas niet thuis. Dus ik moest nog wachten tot vandaag. Even over de webwinkel. Het is een webwinkel met producten die passen bij een paleo, of paleo, hoe je het noemt, levensstijl. Dus een beetje puur eten, pure producten. En vooral ook heel veel producten die tot nu toe in Nederland nog moeilijk te krijgen waren. Het is een webwinkel van speaker Leonie Verheul, die ook een blog heeft. Leo Goes Paleo, met allemaal recepten en leuke dingen en zo. Ik vond haar blog altijd al leuk. En toen ik dus zag dat ze een webwinkel was begonnen, dacht ik, nou weet je, dat is een heel goed excuus om een keer een paar leuke dingen die ik toch al ergens op andere sites gezien had, maar nooit heb besteld, om die dan toch een keer te bestellen. Plus dat er een leuke actie is met de verzendkosten voor omdat het een nieuwe webwinkel is. Nou, pakketje. Even kijken, hoe moet ik het goed op? Moeilijk. Bam, brandstof in de net afgeleverd. Ik heb een schaar erbij en een kopje thee. En nou, eens kijken wat ik ook alweer allemaal heb besteld. Ik weet dat er in ieder geval wat chocola bij doe. Altijd goed. Nee, met het hele bekendheidsproces vanwege die video's. Pakketjes uitpakken. Ik weet ook niet waarom ik het altijd leuk vind om even kijken, maar. Dat is spannend, want ik kan deze natuurlijk ook niet open doen. Het moet in één keer goed zijn. Okay. Het doosje is officieel open. Het eerste wat ik tegenkom is de rekening. Waar dus ook uiteindelijk wat op staat van wat ik heb besteld. Ik heb het al betaald. Ik had betaald via PayPal. Ik vind het heel prettig dat het kan. Maar het kan natuurlijk ook gewoon via bankoverschrijding en gebruikelijke manier. De rekening, allemaal niet zo interessant. Een handgeschreven briefje. Dat vind ik leuk. Ik had het eigenlijk al een beetje gezien bij iemand anders die een foto van de bestelling had geplaatst. Op het briefje. Beste Sarissa, dankjewel voor je bestelling. Ik hoop dat je er veel plezier van zult hebben. Als dank voor je vertrouwen heb ik een. Ik weet niet hoe ik dat op het Nederlands uit moet spreken. Een klein zakje. Voetbalzout van een merk, Bijgevoeg. Even heerlijk ontspannen. Hartelijk goed en hopelijk tot ziens. Leon. Nou, dat is sowieso erg leuk. En cadeautjes zijn natuurlijk zeker heel erg leuk. Ik vind wat foldertjes erbij. Over onder andere magnesium. Pure Grace, wat volgens mij bijna zo'n beetje het enige bedrijf is in Nederland wat vastgevoerd vlees verkoopt. En die gaan samenwerken met de nieuwe webshop van Brandstof. Dus dat is ook iets waar ik op zit te wachten, want als het bezorgd kan worden, in plaats van dit, ik heb geen auto, dus dan wordt het even moeilijk om overal ergens heen te rijden om spullen te kopen. Maar als het bezorgd kan worden, dat is het super. Nou, het eerste wat ik hier uithaal. Dit is het zakje botsaus, wat ik dus gekregen heb, of een cadeautje. Erg leuk, dankjewel Leni. En verder, de spulletjes die ik besteld heb. Eerste zakje wat ik uithaal, klein zakje. Biltong met chocola en gedroogde kersen. Het is aardig verpakt, dus het ziet er niet super lekker uit, zo in het zakje ofzo. Van de Naked Ape. Dus dat is allemaal weer zonder rotzooi, waar het eigenlijk in gaat. Heel benieuwd naar, maar die bewaar ik natuurlijk mooi voor als ik een keertje weg ga en iets anders aan de hand moet hebben. Dan heb ik ook een zakje met alleen maar biltong, gedroogd vlees. Nou, ik heb een paar maanden in Zuid-Afrika gewoond, bij mijn tante. In Johannesburg. Nou ja, en biltong dat hoort gewoon zo bij Zuid-Afrika. Dus het is ook gewoon leuk om gewoon weer even te hebben.
Nou, het belangrijkste zou ik bijna zeggen: chocola van Lovechok. En ik heb twee reepjes besteld, die pure, 100% rauwe cacao en die van Mulberry vanille. Mulberry is volgens mij moerbei, toch? Ook heel benieuwd naar, maar ik heb net een muffin op, dus die chocola moet ook nog wel. En er zit ook een kaartje van bij, ook weer van chocola. Ziet er goed uit, toch? Nou, we hebben twee dingetjes. Een zakje currypasta. Ik hou heel erg van curry. Ik heb ook nog een pakje Japanse currypasta staan in de kast. Maar ik dacht, nou, ik wilde nog één klein dingetje erbij bestellen. Dus ik had currypasta uitgezocht. En een pot met arrowroot poeder. Dat je kan gebruiken om dingen te binden als bindmiddel. En ook mee te bakken en dat soort dingen. Had ik nog niet wel eens tegengekomen in recepten, en dan denk ik, wat ik gedoe allemaal. Maar opnieuw, dat nieuw webshop, goede reden om dat weer te proberen. En bubbeltjes plastic, wat natuurlijk een van de beste dingen is die bestaan. Ik heb het er toevallig op school ook nog de hele week over gehad. Er altijd leuke dingen mee doen. Nou, dat is alles wat erin zit, dus ik ga verder met thee opdrinken. Maar in ieder geval heel erg blij met de producten die ik heb gekregen. Ik heb weer nieuwe dingen om te proberen. En neem gewoon even een kijkje op de webshop. Misschien zit iets tussen. Er komen steeds nog nieuwe producten bij. En ik vind het heel erg leuk. Dus wie weet. Nou, dat was hem. Doei!